Meneer Bakker, terrorisme-deskundige, is er een verschil tussen de mensen die nu naar Syrië en Irak gaan en de mensen die dat bijvoorbeeld in 2000, eind 2012 deden? Nou, de mensen in het begin deden dat min of meer op eigen houtje, weinig steun, hadden ook niet zo'n goed beeld van waar ze naartoe gingen. En die werden vooral getriggerd door wat ze op televisie zagen en dachten ik moet iets doen. De mensen die nu gaan, ja, die gaan omdat er organisaties zijn zoals de Islamitische Staat om een bijdrage te leveren aan het kalifaat. Dus veel politiek religieuzer dan die eerste lichting die primair ging om te helpen. Verloopt dat ronselen dan ook op een andere manier? Nou, het ronselen gaat anders, het is beter georganiseerd. Internet speelt natuurlijk een hele belangrijke rol. En mensen krijgen ook veel meer steun bij het daadwerkelijk naar Syrië gaan, weten de weg, weten ook wat ze moeten doen als ze moeten aankomen. En dat is een groot verschil met 2 jaar geleden. 2 jongeren staan hier voor de rechter. Wat zijn nou hun motieven in het algemeen om daar naartoe te gaan? Nou, in dit geval gaat het om helpen, maar ook politiek-religieuze motieven. Met name bij de dame in kwestie is dat politiek-religieuze zeer belangrijk. Ja. Is er nog een verschil tussen de rol van mannen en vrouwen? En vrouwen spelen een belangrijke rol in het faciliteren, logistiek ondersteunen, maar ook in de propaganda. Als vrouwen mannen aanzetten om het een en ander te doen, dan heeft dat een behoorlijke impact. Dus in de propagandarol moeten we zeker niet onderschatten. Een van deze verdachten zegt dat hij daar naartoe is gegaan en alleen maar voedselpakketten heeft uitgedeeld. Is dat denkbaar? Het is niet denkbaar in de context van de gewapende strijd en zeker ook in de propaganda. Als we kijken naar deze zaak, dan is in dit geval het niet voorstelbaar of amper voorstelbaar dat hij daar alleen ging om voedselpakketten uit te delen. Want hoe gaat dat dan? Nou, er zijn wel een aantal mensen die alleen bij hulporganisaties zich hebben aangesloten, maar als je een jihadistisch gedachtegoed hebt, dan hoort die gewelddadige strijd, dan hoort dat wapen, is daar onlosmakelijk mee verbonden. Nou worden deze mensen via het strafrecht aangepakt. Advocaten, deskundigen zeggen dat het strafrecht wordt opgerekt om een maatschappelijk probleem op te lossen. Wat vindt u daarvan? Nou, ik zou niet weten waarom je een maatschappelijk probleem, als het gaat om ook om geweld en dreiging die daarvan uitgaat, niet op strafrechtelijke wijze ook proberen aan te pakken. We hebben een brede benadering, daar horen softe maatregelen bij, mensen helpen om te reïntegreren, maar daar horen ook harde maatregelen bij om op een gegeven moment te zeggen, je bent de grens overgegaan, dit kunnen we als maatschappij niet accepteren. Denkt u dat het OM kans maakt? Ik denk dat het OM wel kans maakt. Er liggen toch een aantal uitspraken, een aantal beelden op tafel. Ben toch heel benieuwd hoe je daar anders mee moet omgaan dan dat in ieder geval te interpreteren als een bijdrage aan een gewelddadige strijd. Maar het blijft natuurlijk lastig bewijsmateriaal. Het zijn wat losse flarden. Dus ik wacht rustig af. Tot slot, hoe ga je nou met dit soort mensen om als ze terugkomen? Want ze worden nu op afdelingen geplaatst waar eigenlijk gelijkgestemden zitten. Vindt u dat een goed idee? En je moet heel erg oppassen om deze mensen allemaal bij elkaar te zetten. Dan worden ze bevestigd in hun beeld dat de Nederlandse staat en de Nederlandse maatschappij hun vijand is. Daarmee zou je de dreiging zelfs groter kunnen maken. Ik denk dat het verstandiger is om ze apart te zetten. Behalve misschien die figuren die daadwerkelijk anderen proberen te recruteren. Maar ook dan heb je in een gevangenis mogelijkheden om daar wat aan te doen. Dus bij elkaar zetten is misschien niet, zeker voor mensen die nog niet veroordeeld zijn, misschien niet een goed idee. In Denemarken, daar zijn uitgebreide deradicaliseringsprogramma's. En die stelde eigenlijk de vraag, kan het niet juist leiden tot verharding? De strafrechtelijke weg die Nederland bewandelt. Ja, strafrechtelijke benadering kan leiden tot verharding. Mensen zien zich als slachtoffer van discriminatie, de staat als tegenstander. Maar er zijn natuurlijk ook vanuit de Nederlandse staat en de Nederlandse samenleving allerlei redenen om te zeggen van we kunnen dit gewoon niet accepteren. Dus ik kan me voorstellen dat ze zo erover denken. Maar het is toch wel heel belangrijk dat je als samenleving een grens trekt. Dank u wel.